De laatste tijd speelden we heel veel The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. En natuurlijk speelden we ook Pikmin 4, want die is ook recentelijk uitgekomen. Maar ik weet dat jullie Mario plus Rabbids Sparks of Hope ook fantastisch vonden. Het hoofdverhaal hebben we uitgespeeld. The Tower of Doom is vet, maar vind ik niet zo heel leuk voor YouTube. The Last Spark Hunter hebben we ook nog niet gespeeld. Maar Rayman in The Phantom Show is net uit. Dus daar gaan we nu aan beginnen. Het castingproces voor het ruimteoperatienetwerk is begonnen. Maar we raden je aan je skills eerst op te vijzelen in de hoofdgame. En als je van Nintendo houdt, dan raden we je ook aan om op dit kanaal te abonneren en zeker even een duimpje omhoog te doen. Bedankt, hè. Oké, ik denk dat ik het nog wel kan. Het is wel echt super lang geleden dat ik Mario plus Rabbids heb gespeeld. En daar zien we Rayman. Wat een collaboration. De Rabbids zijn er natuurlijk in deze game. Maar nu is Rayman ook gewoon samen met Mario karakters. En het is fantastisch. Hallo. Rayman, what up? De man zonder nek en zonder armen. Met A kan je tegen dingen slaan. En als je het ingedrukt houdt, dan laat je je stoot op. Met de stoot kun je voorwerpen pakken. Maar we kunnen er ook een gevecht mee beginnen. Let's go, Rayman! Ja! Het is wel heel gek om Rayman Mario muntjes te zien pakken, hoor. Dat is wel een beetje een rare gewaarwording. Maar ik vind het vet. We moeten eerst gewoon allemaal boxjes kapot maken, denk. Lekker, Rayman. Oeh, we kunnen hier door deze buis heen. Ja, dan kunnen we dat pakken. Ik weet niet wat het is. Laten we kijken wat het is. Het gekke blokje daar. Hebben we dit nodig? Kan ik die meenemen? Door deze buis? Neem je hem mee, Rayman? Ja, kijk, hij neemt hem mee. Oh, oké, die moet hierin. Ja, precies. Oké, easy puzzle. Dan kunnen we daar doorheen. Krijgen we dan ons eerste gevecht? Ik wist dat die uitnodiging verdacht was en dat er een rabbit achter zou zitten. Nou ja, dan maar weer matten. Want Rayman die houdt natuurlijk ook niet van de rabbits. Eerst moet ik in de juiste stemming komen. Moet ik me schrap zetten voor een relaxed, gemiddeld of veel eisend avontuur? Nou, gewoon gemiddeld is goed. Hé, maat. Ik sla je op je bakkes, hè. Hoppa! Daar gaan we met het eerste gevecht met Rayman. Moeten gewoon iedereen verslaan. Oh, dit is zo lang geleden, maar het is zo'n leuk spel. Mario Rabbids is zo'n fantastische game. Eens even kijken wat hij allemaal kan, hoor, die gekke Rayman. Sowieso kunnen we hun allemaal tackelen. Hoppakee. Oeh, soepel. Dan kunnen we dit vastgrijpen. Dan moet ik ergens zien te landen. Oké, ik kan nu niet heel veel verder lopen. Dus vanaf hier moet ik denk ik gaan schieten. Nou heb ik ZL. Dat is een crusher. Die vuurt één projectief op één doelwit af. En dan hebben we deze. De plopperwacht. Roept twee bewakers op en vuurt twee projectielen af op bewegende doelwitten binnen bereik. Kunnen maximaal 5 bewakers tegelijk actief zijn. Oké, dan ga ik hier staan. En dan gaan we die plopperwacht gaan we eens eventjes oproepen. Eens even kijken wat het is en wat het doet. Hoppakee. Oh ja, oh lekker. Oké, cool. Ik kan ze ook oppakken en gooien. Zo. Kijk, dit is cool. En dan ga ik vanaf hier ga ik schieten op ze. Hoofie. Oh, oké. Okay. Oh, hij is al kapot. Lekker. Nu kan ik wel weer verder lopen. Serieus? Hoe kan het dat ik verder kan lopen dan? Die snap ik nog niet helemaal, maar dat maakt niet uit. Is dat dan precies na een landing dat je niet verder kan lopen of zo? Ik kan gewoon nog een keer schieten. Hoe kan ik zoveel doen? Hallo, meneer. Doei, meneer. Dit ging redelijk soepel. Ik kon echt superveel tegelijk in één beurt. Oh, misschien is dit nog even om te oefenen. We moeten ook leren zweven. Iedereen verslaan hier zo. Je kunt nu het Vortex-kostuum aantrekken. Druk op L om een voorbeeld van het wapen, de krachten en de technieken van het kostuum te bekijken. Oké, wat is dit? Gebruik één van de kostuumvaardigheden om het kostuum te blijven dragen. Tot de beurt van de vijand voorbij is. Als het wordt gedragen, zorgt het Vortex-kostuum voor de passieve vaardigheid 30% schadevermindering. Oftewel, die moet je maar gewoon lekker aanzetten, denk ik. Ik heb ook een wervelwind nu. Die richt schade aan bij inslag. Deelt alle doelwitten op en trekt zo naar de held toe. Vijanden die botsen met dekking of tegen de muren aanlopen, lopen extra schade op. Oh, dit is lekker. Kom maar. Kom maar. Kom maar met z'n allen, matties. Ja, hotseflotsie. Oké, dan kan ik jullie nu lekker gaan tackelen. Ik denk dat ik zo ga tackelen. Dan pak ik er meer. Volgens mij kan ik nu nog één ding doen. Ik denk dat ik de Vortex-wacht ga oproepen. Let's go. Oké, dan pak ik er één. En die gooi ik een beetje daar naartoe. Oké, nu krijgt de vijand de beurt. Doe je ding. Kijk, daar is mijn Vortex-wacht, jongen. Oh, lekker zeg. Lekker. Oh, hij staat nu wel naast me en hij is nog niet kapot, die ene. Wat ziek idee. Oh, dit werkt wel goed, hoor. Dit is wel nice. Om ze lekker een beetje uit de buurt te houden bij Rayman. Heel goed. Ja. Bam! Dan tackelen we deze Goomba kapot en dan is het klaar.
Ik heb alleen niet heel veel gezwoven, gezweven, gezweefd. Deze oefening heet de raketgast. We moeten het gebied bereiken. Oh ja, ik heb nu nog een ander kostuum, het raketkostuum. Vlamstuntels zijn er dol op een vijand in de fik te steken, maar het raketkostuum zorgt voor passieve immuniteit voor alle super-effecten. Dat is lekker. Zo, allereerst zetten we mijn raketten gewoon weer lekker ergens neer. Misschien als je die dan op een goede plek zet, dan bounce je tegenstanders gewoon lekker van het platformpje af. Ga ik nu ook mezelf beschermen. Dan ga ik hem ook gewoon voor zijn hoofdje schieten. Nu zijn de vijanden aan zet. Ja, wat ga je doen? Oké, ja, ik kan hier nu wel beter tegen het vuur. Hij beweegt niet, hè? Hij beweegt niet. De sneaky man. Maar ik laat hem zelf bewegen. Heerlijk. Neem ik deze even mee naar de overkant, zo. Dat is top, dat we ze gewoon lekker mee kunnen nemen. Neem ik nog wat extra raketjes mee? Wat ziek idee. Lekker. Deze zijn nice, man. Kan mijn vijanden vanaf hier niet raken, heb ik het idee. En ik kan ze ook niet naar me toe lokken met mijn vortex locker, heet dat ding. Nou, prima, vijandjes. Doe je ding. Kom maar. Wat ziek idee. Lekker, zeg. Iemand anders? Wil iemand anders nog naar me toe komen lopen? Nee, hè? Nee. Dat zou ik inderdaad niet meer doen, Matties. Zo, nemen we deze even allemaal mee. Wat ziek idee. Zo. Die komt daar bovenop. Ja, jongens, wat willen jullie doen tegen mij? Jullie zijn weer aan de beurt, maar er staan drie van die dingen om je heen, hè? Dus ik zou maar even lekker uitkijken. Oh, kunnen die kapot? Waar ik nu achter sta? Ja, ik denk het wel, maar... Doei! Oh, ik kan ze zo heerlijk tackelen nu. En dan gaan ze gelijk de lucht in en worden ze geschoten. Lekker dit. Ja, dit is top. Yo, en dan kan ik gewoon gelijk naar het gebiedje toe. Hier is waar we moeten zijn, dan is het klaar. Gevecht voltooid, hoppakee. Eerste gevechtje met Rayman. Woep, gefixt. Oké, moet u nou hier langs? Dan moet ik hier naar boven. Let's go, Rayman. Wat gaan we hier aan doen? Oh, die gaan we gewoon indrukken, die knop. En dan is dat ook weer weg. Ja, lachen man, dit. Ik ben benieuwd wanneer de Mario-figuurtjes komen. Als het goed is, doen Rabbit Peach en Rabbit Mario hier ook aan mee. Dus dat zou top zijn. Ik denk dat we door deze deur moeten. Let's go. Wat gaan we vinden achter deze deur dan, Rayman? Hallo. Ah! Oh ja. Daar is ze hoor. De koningin van videogames. En de Rabbit Mario die lopen achter haar aan als een soort van slaafje met haar tassen. En weet, nou, nog meer tassen. Waarom ben je bang voor hun, Rayman? Oh. Rabbit Peach wil even inchecken in dit mooie hotel. Ze is een beetje ongeduldig. Oh, rustig. Rustig, Rabbit Peach. Rustig. Oh. Leef je nog, Rabbit Mario? Dit is wel humor. Oh. Rabbit Peach is niet gecharmeerd van Rayman zo te zien. Rayman zegt nog meer rabbits. En Rabbit Peach zegt, Bipo, heb jij met het ruimteoperatienetwerk gesproken over beveiliging? Ik heb duidelijk gezegd, geen meet and greet. Rayman zegt, wat? Kun je praten? Wat? En Bipo zegt... Ik begrijp je reactie, maar dit zijn niet zomaar rabbits. Dit zijn helden. En Rayman zegt, wat rabbit helden? Prima, maar wat doen jullie hier? En Rabbit Mario zegt, exclusieve uitnodiging. Psst, ik denk dat dit de VIP-zone is. Ik zou maar snel aftaaien voor je in problemen komt. En Rayman die zegt, wat? Ik ben ook uitgenodigd hoor. Ik ben er... wat? Goombas! Oh, en nog meer rabbits. Oh, bah. Bipo zegt, meneer Oba. Als in aubergine. Nou, meneer aubergine, straks is er tijd om elkaar te leren kennen. Rayman heeft zichzelf voorgesteld als meneer Oba. Oké, laten we gaan battelen met z'n allen. Laten we samenwerken. Verrassende samenwerking. Versla iedereen. Oh, daar staan die grote papies ook weer. En één zo'n varkentje met zo'n steen op de rug. Het is tijd om teams te vormen, meneer Aubergine. Je gaat samenwerken met Rabbit Peach en Rabbit Mario. We kunnen de Tacticam gebruiken. Maar we hebben ook Sparks. We hebben de Spark Selfie en Cryonami. Oké, nou, daar gaan we. Let's go. Ik ben heel benieuwd. Deze drie kunnen we gewoon gelijk kapot tackelen. Geen probleem. Schakelen we gelijk door naar Rabbit Mario, die hier naar boven gaat springen. Die gaat hier landen. Zodat hij deze drie kapot kan tackelen. Rabbit Peach moet via de rug van Rayman naar boven. En die moet ook even lekker ver gaan vliegen. Zo. Dan kan Rabbit Mario alvast lekker door. Die kan hier naartoe. Dan kan hij deze vijand kapot schieten. Wat ze vlot. Ik heb zo'n gevoel dat het slim is om deze vijand te gaan schieten. Met Rabbit Peach. Verder heb ik Rabbit Kong hier. En ik heb self-service. Ja, is goed joh. Laten we die ook oproepen.
Dat is een soort van kopie. Misschien is het slim om die even hier ergens neer te zetten, zodat hij straks wat schade kan pakken. Dit is wel handig, zeg hé. Heel handig. We hebben gewoon een extra rabbitje. Oké, okay, en Rayman die kan nog via dit platform hier naar boven. Ziet er ook goed uit. Ik weet alleen niet zo goed of ik vanaf hier iemand kan raken met Rayman. Maar Rayman kan natuurlijk wel weer zijn ploppetjes neerzetten. Knallen er daar eentje neer. En die andere gaat naar die kant. Oh, en ik kan nog een teamsprongje doen ook zo. Ja, top, 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 top. Let's go. Rayman kan best wel ver springen. Dat is nice. Gaan we nog meer ploppers neergooien. Daar op de trap. En hier voor het geval dat er iemand door die buis heen komt. En dan gaat Rabbit Mario iedereen nog even beschermen. Met zijn Sparky. Top. Extra verdediging. Ah, dit is weer leuk, jongens. Dit is weer leuk. Lekker tactisch nadenken. Kijk, deze begint te lopen. Ja, maar die komt niet ver door alle ploppers. Dat is heerlijk. Vervolgens komt zij er doorheen. Tenminste, zij wil door de buis heen. Maar dat laten we ook natuurlijk niet toe. Die bounced ook heel ver erachter. Oké, zij komt wel richting ons. Dan hebben we hier de Goombaatjes. Ja, die worden denk ik... Oh, die worden niet geplopt. Dan hebben we daarachter ook nog een vijand. Ja, dan zijn wij weer aan de boord zonder dat we geraakt zijn. Ja, dat is heel nice. Dan kunnen we gewoon die ploppers lekker erboven neerzetten. Tenminste, de ploppers waar ik dan nog bij kan. Super goed. Oké. Die is verdwenen. Oh, die komt gewoon weer terug. Dat is nice. En misschien daarboven. Ja. Als ik hier doorheen ga, zou ik dan die Goomba's kunnen tackelen? Ja, lekker. Die moeten we even alle drie wegtackelen. Dat is fantastisch. Oké, laten we voor de rest ook lekker met iedereen naar boven gaan. Ik heb Donkey Konkie Power, jongens. Althans, het is Rabbit Konkie Power. Maakt alles kapot hierboven. Eén vijandje is weg. Ik denk dat we wel even alles op alles moeten zetten nu om deze vijand hier kapot te maken. Dat moet onze volgende focus zijn. Beginnen met een tackle. Daarna een schot. Ja, die is weg. Die is weg. Oh, oh, oh. Was dat de... Oh, nee, dat was eentje die ons dan bevriest. Nou ja, maakt niet uit. Ook gefixt. Mijn neppe Rabbit Peach die gaat lekker door. Die begint lekker hier naartoe te zweven. Maken we deze varkentje kapot. En dan laten we de echte Rabbit Peach ook een beetje die kant op gaan. Zo, die gaat hier naartoe. En die kan ook gaan schieten. Bam, 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 bam. Lekker dit. Ja, nice. Rayman die blijft een beetje achter chillen. Nog extra turrets die we neer kunnen zetten. Nou, als die vijand naar boven komt, dan is die de Sjaak, jongen. Dan wordt hij hard geraakt door alles en iedereen. Ja, hij gaat gewoon lekker naar achter. Hij denkt, doei, ik ga niks doen. Ah, ik ga op de neppe Rabbit Peach. Is goed, maat. Is goed. We gaan je pakken, vriend. Let's go, Rabbit Mario. Pak hem aan. Dekkel deze gast en laat hem schrijven. Heerlijk dit. Dit is de laatste. De laatste vijand. En dan is het klaar met dit gevecht. Ja, dit ging goed. Dit ging top. We zijn een goed teampie met z'n drietjes hoor. En we hebben een grammofoonplaat gewonnen, zo te zien. Oh, we hebben alle challenges blijkbaar gehaald. We hebben een gouden grammofoonplaat voor 50 muntjes. Lekker. Jee, wow, je hebt niet gelogen. Jullie zijn echt helden, zegt Rayman. Zoals ik probeerde te zeggen, ik ben Rayman. Misschien hebben jullie van me gehoord. Beepo zegt, oh Rayman, natuurlijk hebben we van je gehoord. Kan je me even excuseren? Beepo weet helemaal niet wie Rayman is. Maar hij kan wel vechten. Laten we hem meenemen. In ieder geval tot we een producer vinden die ons kan helpen. Gaan jullie videoclip maken? Gaan jullie liedjes maken? Ik ben Rabbit Mario en ik ben hier om een eigen show te krijgen. Hopelijk over een bodybuilder met een hete luchtballon die raadsels oplost. Niet flippen, maar ik ben Rabbit Peach. Ik kom hier waarschijnlijk de volgende grootste galactische diva presenteren, of zo. En Beepo zegt dat hij de leider is en de hoofdheld. Zij hebben dus ook VIP-tickets gekregen, zegt hij. Rayman heeft die ook gehad. Leek me geweldig, maar ik maak alleen maar rottigheid mee sinds ik hier ben. Oh? Oh, wat gebeurt er? Ja, oh, dit ziet er wel uit als een heel kapotte artiestenhal. Of theater, of whatever het is. Raymond die zegt, waarom krijgen we zo'n chique uitnodiging voor zo'n Jan Boel? Oftewel, zo'n puinhoop. Beepo zegt, je bent nieuw bij showbiz. Achter de camera schuilt de harde werkelijkheid. De glamour van het theater is omgekeerd evenredig aan een troep backstage. Dat is een soort traditie. Oh ja. Ja, is dat zo? Rabbit Peach is onder de indruk. Rabbit Mario heeft popcorn. Oh, dit is meneer Fantoom. Dit is de Fantoom, die kennen we nog. Niet. Wat doe jij hier? Dit was echt zo'n hele toffe guy uit de eerste Mario plus Rabbids. Ja, kijk, ze worden gelijk boos. Ze denken, jij weer? Daar is die weer, meneer Fantoom. Ze willen gelijk vechten. En Rayman die laat het niet toe. Oh, oh, bloemen.
Good morrow? Nou ja, welkom. Fijn dat je hier ook bent, Fantoom. Ik heb geen idee wat je hier doet. Het Fantoom heeft ons vast hier naartoe gelokt om wraak te nemen voor zijn vernedering bij de geestwegen. Mijn allerbeste Beepo. Oh, niet huilen. Niet gelijk huilen. Het spijt me, ik ben een ander Fantoom. Een betere versie. Ik dwaalde destijds in het duister onder de invloed van de Megaburk. En jullie hebben me toen een waardevolle les geleerd, helden. Ik heb gezworen mijn talent in te zetten voor het goede. En daarom ben ik hier, zodat deze rabbit kunstenaar het sterrenstelsel kunnen verblijden. Meneer Fantoom, waarom heb je ons daarvoor nodig, zegt Rayman. Wij avonturiers zijn geen acteurs, al bezit ik natuurlijk wel kwaliteiten. Fantoom, zie je gezegd, zoals jullie misschien hebben gadegeslagen, zijn de grillen van het lot het ruimteopera-netwerk recentelijk niet gunstig gezind geweest. Zo kun je ook even normaal praten in normaal Nederlands, meneer Fantoom, zodat iedereen het kan begrijpen, potverdorie. Dat heeft vanzelfsprekend niets te maken met mijn creatieve leiding die lovende kritiek oogst van de meest gevreesde critici. Blijkbaar kan die echt niet normaal praten. Mijn acteurs zijn vertrokken om een eigen gezelschap op te zetten. En nu heb ik geen sterren om het volk te verwarmen. Rabbit Mario zegt, ja, ik ben er klaar voor, vriend. Kom maar met het contract, ik hoef het niet eens te lezen. Rabbit Peace doet ook mee, zolang de kleedkamer groter is dan die van de anderen. En elke dag een borstverse tulpen staat. Oh, maar ons teleportatieportaal is stuk, dus ik kan jullie nog niet naar huis sturen. Naar huis sturen. We gingen toch acteren. Beepo die zegt, ja, we gaan die toch helemaal niet vertrouwen, die meneer Fantoompie. Beepo, darling. Je vlijmscherpe intellect en ongeëvenaarde leiderschap zijn de redenen waarom mijn oog direct op jou viel. Kijk, en nu wil Beepo wel, hè. Ja, dan ik geef hem een complimentje en het is weer goed. Luister, er zijn 3 sets die jullie dramaturgische vaardigheden kunnen gebruiken. Kies maar waar jullie het eerst naartoe willen. We gaan het ruimte-opera-netwerk naar grote hoogte tillen. En dat is de intro van Mario plus Rabbids, de Rayman DLC. We zijn allemaal niveau 3 geworden ondertussen. We hebben prisma's bemachtigd. Daarmee kunnen we de helden sterker maken. Ja, die gaan we gewoon lekker automatisch laten vullen. Bij Rabbit Peach ga ik volledig voor de genezing. Dat lijkt me een goed idee. Oh, en we kunnen natuurlijk al deze sparks weer gebruiken. Nou, ik vond die selfie spark wel echt top bij Rabbit Peach. Zo te zien heeft Rayman geen sparks die hij kan gebruiken. Ik ga ze gewoon gelijk verbeteren. Hoppakee, niveau 2'tje voor die spark. Deze wildklauw maestro, dat roept ook een extra ally op. Een vriendje. En die wil ik eigenlijk ook wel gebruiken. Dat klinkt wel goed. Die past denk ik wel goed bij Rabbit Mario. Bij Rayman ga ik trouwens de ploppers allemaal upgraden. Ik denk dat ik die heel veel ga gebruiken namelijk. En dan moeten we nu naar boven. We moeten namelijk 1 van de 3 sets gaan opzoeken. Bijvoorbeeld de piraten set. Lijkt me best wel cool. Of de western set. Die heb je ook. Of de middeleeuwse set. Dat is de 3e. Ik heb er zin in om verder te gaan. Ik hoop jij ook. Abonneer als je dat niet gedaan hebt. En doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!